Goedemorgen mensen, mooie dag. Weer hier op de Steiger, weer een blij event. Dag na de tweede aflevering. En vorige keer heb ik ook iets ingesproken en ik merkte gewoon dat het veel losmaakt. Er zit een boodschap in. Een boodschap in wat ik vertelde. Kennelijk een boodschap die ook heel erg pakte. Want mensen gingen erover commentaar op geven en het deed wat, het inspireerde. Maar wat is dat nou? Wat is het nou dat het zo inspireert? En ik geloof dat het is dat het echt is. Ons soort mensen, onze bloedgroep, zit ook vol met dit soort leuzen, credo's, grappen. Maar er zit allemaal iets echts in. Er zit iets echts in, omdat ze veel met elkaar meegemaakt hebben. En ik heb vandaag ook gewoon een kijkje in mijn hoofd. En dat gaat over samenwerken. En wat is het nou eigenlijk? Want samenwerken is eigenlijk niks anders in onze wereld dat je gewoon zuinig op elkaar bent. Dat je een beetje van elkaar houdt. Dat je verder durft te gaan voor de ander dan je eigenlijk zou doen voor willekeurig iemand. Je hebt samen in de stront gezet, je hebt elkaar nodig. En zuinig zijn op elkaar betekent niet lief zijn, hè? Dat is iets heel anders. Zuinig zijn betekent elkaar aankleden. Als het koud is, dat je elkaar helpt, dat je een potje maakt voor de ander. Jouw laatste hapje weggeeft aan de ander. Dat is zuinig zijn op elkaar. Iemand laten groeien. Maar ook iemand aanspreken. Ook iemand corrigeren. Ook iemand de waarheid vertellen. Het echte, eerlijke gesprek voeren. Dat doen we niet graag, mensen. Dat doen wij niet graag. Maar wij wel. Want zonder dat je dat doet, is die relatie niks waard. Is samenwerken helemaal geen samenwerken. Dan is samenwerken iets wat je eigenlijk voor jezelf doet. Maar wij hebben geleerd om van ik samen te maken door iets van onszelf te geven. Zodat we samen kunnen worden. En daar zit de boodschap in. Stichtelijk misschien, maar wel echt. Fijn weekend.